De eerste vraag die ik altijd krijg als ze die robots zien voetballen is, wie zitten die robots te besturen? En dan zeg ik, nou, niemand, ze besturen zichzelf. En op dat moment gaan mensen nadenken en beseffen ze dat dit er echt aan gaat komen en dat de wereld gaat veranderen. Er zijn een paar onderwerpen in het energiedomein die raken aan robotica. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat ik met mijn groep bezig ben met het onderhoud voor ITER. ITER is de kernfusiecentrale die we bouwen in Zuid-Frankrijk. Wij als TU Eindhoven zijn daar heel erg mee bezig. En een van de zaken die we daarmee bezig zijn is onderhoud aan die centrale. En voor dat onderhoud heb je eigenlijk robots op afstand nodig. Want er is toch wel straling aan de hand. Dat is kortdurende straling, maar er is erg veel straling. Dus dat is een gevaarlijke omgeving voor mensen. En we zijn dus master slaves aan het ontwikkelen. Dus masters worden bestuurd door de mens. En de slave robot die werkt dan bij de centrale. Nou, je ziet ook hier dat alle robots eigenlijk eigen accu's bij zich hebben. Dat moet ook, hè, want ze moeten vrij in de wereld kunnen opereren. Maar voortdurend moeten we die accu's gaan verwisselen. Hè. Dat betekent dat we eigenlijk nog steeds energie tekort komen, zeg maar, op de plek waar de robot zijn werk doet. Ik denk dat energiemanagement een heel belangrijk aspect wordt. Je ziet dat in pc's. Hè. Pc's proberen op alle mogelijke manieren, met name notebooks, om heel zuinig met de energie om te gaan. Nou, dat gaan we bij de robots ook zien in de komende 10 jaar. En verder moet gewoon de energiedichtheid van de accu's omhoog. Nou, je ziet dat in elektrische auto's, dat daar ook een ontwikkeling is ingezet. En de ontwikkeling hier bij dit evenement van de technologie die daarvoor nodig is, die zul je ook terug gaan zien in allerlei andere toepassingsgebieden. Behalve het onderwerp slimme auto's en connected auto's, heb je natuurlijk het onderwerp schone auto's. Dus de elektrische auto komt eraan. Dat gaat heel langzaam natuurlijk, want het is een vervangingsmarkt. En ik krijg zelf in augustus mijn eigen Tesla. En dat is een volledig elektrische auto waar je een range mee kan halen van ongeveer 400 kilometer. Nou ja, we zijn natuurlijk in toenemende mate ons bewust dat heel veel van de mooie dingen die we ontwikkelen, de kennis die we ontwikkelen, de technologie, dat die eigenlijk waarde vertegenwoordigt en dat het heel belangrijk is ook voor de maatschappij om die waarde te gaan benutten. Eigenlijk staat de deur bij ons altijd open en wij zijn ook heel veel in de regio bezig met studenten en met promovendi, met het bedrijfsleven samen.